Hi, ik ben Marcia de Bruin, head of cluster van het cluster Retail en Interior. En wat je hier ziet is Vakbeurs Trends, waar we heel erg hard mee bezig zijn als het gaat om ESG, duurzaamheid van de show. De toekomst van trends, ja, dat is een spannende. Daar moeten we zeker over nadenken. Wat in deze sector echt wel speelt, is afvalscheiding en de hoeveelheid afval. Je kunt je voorstellen, alle producten zitten in of een kartonnen doos of in een stuk plastic verwikkeld. Daar moeten we wat mee en ik denk dat dat de next step is om over na te denken. In de beurssector is iedereen bezig met duurzaamheid. En gelukkig worden daar hele mooie stappen in gemaakt. Sommige duren wat langer dan andere, maar je ziet wel dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid in pakt. Denk aan reisbewegingen, denk aan afvalscheiding, denk aan glaswerk, denk aan de zonnepanelen. En ook aan diversiteit op programma's. In elke sector zie je gelukkig dat die balans steeds beter wordt. En zo ook hier. Mannen en vrouwen en van alles door elkaar. Heel belangrijk bij trends is het goede doel. Wij zijn dit jaar een samenwerking aangegaan met de Linda Foundation. En de Linda Foundation, daar doneren we geld aan om kinderen, of gezinnen eigenlijk moet ik zeggen, die niet zo breed hebben te ondersteunen.